Dan Westerlo, dan Oud-Heverlee-Leuven, dan Kortrijk. Dat zijn in principe dan de matchen waar hij op mikt om punten te pakken. En ook de meesten die aankomen in de Jupiler Pro League. En daar is meteen het doelpunt. En hij viert niet echt. Het is Gianni Bruno tegen zijn ex-ploeg. 2 jaar hier gespeeld. 32 doelpunten gemaakt voor Zulte Waregem. En nu, binnen de eerste minuut, scoort hij tegen Zulte Waregem. Hoekschop aan de korte kant eigenlijk. Eerste paal, daar loopt hij in en dan met de hak door de benen van Bossut. Ja. Boya probeerde iets heel moeilijks. Het lukt dan ook niet. Dit is een rommelpotje dat eindigt met een rode kaart voor Ramirez. Bram van Driessen. Leister. Ja, de opdracht van STVV is plots een beetje makkelijker geworden. Alhoewel, dat mag je niet doen, Schmid. En daar is Vadera, hij redt zelf. Fantastische redding. Daniel Schmid, nadat hij natuurlijk eerst zichzelf in de problemen had gewerkt. Om eerlijk te zijn, ik heb niet zo'n hele goede herhalingen gezien. Er waren er niet honderden voorhanden. Hier is ondertussen Bruno, die geeft mee. Bruls tegen de paal. Tegen de paal. We spelen 15 seconden in die tweede helft. En dan schiet Zulte Waregem zich bijna in de voet. Konaté. Mooi voetenwerk. Konaté zoekt de overkant. Vindt hij ook. Koita tegenover Chirani. Abu Koita. Knappe beweging. Koita voor de goal gezet en 2-0. Shinji Okazaki scoort voor Sint-Truiden. Zijn eerste goal voor de Canaries van Shinji Okazaki. Dit is opnieuw de bal gespeeld, zegt de scheidsrechter. En Frank Boya, die blijft maar lopen. En Lopez, dat is een penalty. Hij tikt nog net tegen de bal. Frank Boya. En Borja Lopez kan zich niet inhouden. Het scheelt niet veel, maar hij komt net te laat. Hij komt te laat, Borja Lopez. En er is ook niet veel protest. Maar daar had hij ook eentje gemist. Dus kijken wat hij nu gaat doen. Bruno, ja, kiest prachtig de hoek. Bossut de andere kant uit. 0-3 voor STVV. En we kennen de winnaar van deze wedstrijd, neem ik aan. Die Bruno vandaag. Ja, zet hem perfect in de hoek. 57 minuten gespeeld. Okazaki naar buiten. Ashoka. De Rijk zit ertussen. Gevaar nog niet geweken. Aldakil en Bossut met een goede redding. Uitstekend schot. Abu Koita. Dacht even aan een schot. Gaat dat nu toch doen en doet dat goed. Bossut. Zelfs Wolke Janssens, die daar op dat stoeltje zit, naast de bank. Goed, dat is het. 0-3. De cijfers liever zijn duidelijk. Die hele vroege voorsprong al voor STVV binnen de eerste minuut.